Rond 1960 werd bij Slochteren een van de grootste gasvelden ter wereld ontdekt. De Nederlandse staat heeft de afgelopen 50 jaar meer dan 250 miljard aan gasbaten uit Groningen ontvangen. Noorwegen heeft in de jaren 70 besloten dat zijn oliewinsten in een nationaal spaarfonds zouden moeten worden geïnvesteerd. En is daardoor nu een van de allerrijkste landen ter wereld. Elke inwoner van Noorwegen is in feite miljonair. Nederland heeft de enorme gasopbrengsten vooral verjubeld in royale sociale uitkeringen en aan de kosten van de massa-immigratie. Alsof dat alles op zichzelf al niet erg genoeg is, wat nu gebeurt in Groningen is werkelijk schandelijk. Dus 50 jaar lang wordt Groningen als een wingewest behandeld om de aanval op de nazistaat te financieren. En nu de Groningers met aardbeving en schade worden geconfronteerd, geeft het partijkartel niet thuis. Ja, eindeloze vergadercircuits zijn opgetuigd met dialoogtafels, gasberaden, actiecoalities, protocollen en andere kartelkul. Senatu deliberante saguntum perit. Waarom wordt elk probleem in Nederland toch altijd zo nodeloos ingewikkeld gemaakt en verabstraheerd tot algemene kwesties en ondergebracht in 20 verschillende adviescommissies en tafels en inspraakorganen, terwijl deze mensen gewoon schadeloos moeten worden gesteld? U heeft een vraag, mevrouw van Tongeren, GroenLinks. Ja, voorzitter. Wat is de concrete oplossing van Forum voor Democratie voor Groningen? Het is alsof mevrouw van Tongeren mijn speech al heeft gelezen. Want dat is precies waar ik nu op wilde komen, voorzitter. Dus ik zou mijn betoog willen vervolgen. Mevrouw van Tongeren wil graag antwoord. En daarmee kunt u dan meteen een stuk van uw betoog daarin vervlechten. Zo'n gelegenheid krijgt u zelden. Ja, dat is een unieke kans. Dank u wel. De oplossing is heel simpel. Wat er moet gebeuren is dat er een taxateur moet worden ingesteld die de schade berekent. Eventueel een tweede of een derde die een second opinion geeft. En vervolgens moet het schadebedrag worden overgemaakt naar de bankrekening van de gedupeerde Groningers. Dit alles kan over zijn voor het einde van het zomerreces, mevrouw de voorzitter. Mevrouw van Tongeren. En dan komen er weer nieuwe aardbevingen en nieuwe schades. En dan wordt er betwist wat de schade is. En dan wordt de tweede en de derde taxateur zijn het niet met elkaar eens. Dan stappen mensen naar de rechter. Er zijn mensen die zeggen, zo makkelijk is het niet. De inborst van er moet een oplossing komen, geloof ik. Maar om te zeggen dat alle mensen die hier mee bezig zijn en de ambtenaren en de mensen in Groningen, dat die dom zijn en niet goed nagedacht hebben en dat een nieuw Kamerlid de simpele oplossing heeft, namelijk 3 taxateurs sturen, dat vind ik tekort doen aan de problemen in Groningen. Meneer Baudet. Ja, ik denk dat waar deze vraag of deze opmerking in feite op wijst of op duidt, dat is precies het probleem wat ik onderliggend op onze kritiek aan de orde wilde stellen. Dat is namelijk dat men hier in de politiek denkt vanuit vergaderprocessen, vanuit eindeloze procedures en dus ook alleen maar de problemen ziet die het gevolg zouden kunnen zijn van een aanpak zonder al die vergadercircuits. Men is gevangen in een soort spinnenweb van de eigen bureaucratie en dat zien we. Denkt Forum voor Democratie, denken wij in bijna alle sectoren van de maatschappij terug. Het echte probleem is dus niet zozeer, wat mevrouw van Tongeren suggereert, dat het onmogelijk is om eruit te komen wat de schade is. Het probleem is dat niemand verantwoordelijkheid wil nemen voor een beslissing. Alles wordt eigenlijk in een soort web van vergaderingen, die moet dan daar iets over zeggen, die moet daar iets over zeggen, onzichtbaar gemaakt. Projectgroepen, platformen, stuurgroepen, rapporten, visiedocumenten. En wat er gewoon moet gebeuren is iemand die zegt, dit beslis ik nu, dit gaan we doen en morgen wordt het geld overgemaakt. Dat is precies de verschillende mindset tussen aan de ene kant Forum voor Democratie en aan de andere kant het partijkartel. U kwamen tegelijk, dames. Dus wat gaan we doen? We gaan mevrouw Van Veldhoven het woord geven. Als je niet tijd. Ja, voorzitter, maar volgens mij is de heer Baudet een beetje verstrikt geraakt in het spinnenweb van zijn eigen denken. Want het grote probleem, bent u er al geweest, zou ik bijna willen vragen. Het grote probleem is namelijk dat er iemand verantwoordelijkheid neemt. Dat is namelijk de NAM die zegt, u krijgt uw schade niet vergoed. Dat is het probleem. En waarin is dit voor u dan een oplossing? De heer Baudet. Hier moet de politiek ingrijpen. Het is evident. En dat heeft de Kamer dus gedaan, want die heeft dus gezegd, die heldere oplossing die u voor ogen had, namelijk er komt 1 taxateur. En dan moet er gewoon iemand zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat was het systeem wat we hadden. Want de NAM die zei, wij bepalen, u krijgt dit niet vergoed. Toen heeft de Kamer gezegd, dat willen we niet meer.
We willen dat mensen een second opinion kunnen krijgen. We willen dat het onafhankelijk wordt. We willen dat mensen niet langer hoeven te onderhandelen met de NAM, maar gewoon een schadevergoed krijgen. En het gebeurt dus niet. Volgens mij bent u het niet. Ik zou bijna willen zeggen, volgens mij bent u het van harte met ons eens. Maar het gebeurt niet. Nee, maar dan gaat het dus om, waarom gebeurt het niet? En dat is dus waar deze Kamer al jarenlang aan werkt, om dat te laten gebeuren. En misschien had u zich even moeten verdiepen in al die dingen die we daarover gezegd hebben. En dan nog met een aanvullend lumineus idee komen, in plaats van zeg maar die spinnenwebben te berden te brengen. Want daar zijn de Groningers in ieder geval niet mee geholpen. Gaat u gang. In reactie hierop wil ik slechts één ding voorstellen. In aanvulling op de andere voorstellen van Forum voor Democratie om over de grote besluiten te stemmen, zouden we hier ook een grote beslissing kunnen nemen. We kunnen dat vanavond beslissen om dat in de stemmingen in te brengen. Dat wij met harde deadlines knopen gaan doorhakken en ervoor zorgen dat voor de herfst deze problemen allemaal zijn opgelost. Mevrouw Mulder, CDA. Ja, voorzitter. Ik herken wat mevrouw van Veldhoven zegt, dat wij ook eerst dachten, nou, de NAM die gaat het dan netjes oplossen. Dat gebeurde inderdaad toen niet. Hebben we de mijnbouwwet aangepast? Nou, er ligt ook nog het een en ander bij minister Kamp. Maar wat zou Forum voor Democratie dan nu anders doen om het wel op te lossen? Ik ben er altijd in geïnteresseerd natuurlijk. Kunnen we van leren, maar onze ervaring tot nu toe is dat het allemaal iets ingewikkelder ligt dan dat heer Baudet je vandaag naar voren brengt. Meneer Baudet. Wij zouden iemand aanstellen om in kaart te brengen, daar een organisatie daar een maand voor te nemen, precieze schade, en eind augustus is het allemaal overgemaakt. En nou hadden wij zo'n organisatie, de Nationaal Coördinator Groningen, zit hier ook, en die ging dat doen omdat dit een probleem was. En toch bleek dat toch ook wel heel weerbarstig. En wat is daar dan de oplossing voor vanuit het Forum van Democratie? De heer Baudet. Op de punten waar hier de zaak niet kan worden vlotgetrokken, zou de regering de leiding moeten overnemen en hier een besluit in moeten nemen. Dank u wel. Maar voorzitter, de heer Bosman, we doen de interrupties in twee. De heer Bosman, VVD. Ja, toch even een ander punt, want de heer Baudet noemde even tussentijds hoeveel geld er uit het Groninger veld was gekomen. Dat het op was gegaan aan sociale zekerheid en de massa-immigratie. Kan meneer Baudet aangeven hoeveel geld eraan besteed is? De heer Baudet. Ja, er zijn natuurlijk vaak verzoeken geweest, ook vanuit deze Kamer, naar onderzoek over de precieze kosten van de massale immigratie. Dat is een van de taboe-onderwerpen in de Nederlandse politiek. Daarom is dat niet vast te stellen in exacte getallen. Wat we wel weten is dat het een van de allerduurste projecten is geweest die in de politiek zijn ondernomen. En als we dan bedenken dat de baten van de, zeg maar, de gaswinning vooral ten goede zijn gekomen, inderdaad aan het optuigen van het sociale stelsel, dan is het een kwestie van één en één bij elkaar optellen om te concluderen dat juist die kosten zo snel zijn opgelopen door de massa-immigratie. Maar ik ben het helemaal met, ik ben heel blij met deze vraag, omdat het suggereert dat er misschien nu ook bij de VVD draagvlak komt om die precieze kosten eens in kaart te brengen. De heer Bosman. Voorzitter, dit is een beetje een luchtfietserij van meneer Baudet. Hij legt hier een stelling neer en kan hem niet bewijzen. Vind ik een slechte zaak. Ik mag aannemen dat ook Forum van Democratie houdt van de feiten. Hè? Tenminste, zo pretenderen ze. Maar er wordt hier een stelling neergelegd en hij is absoluut niet in staat om ook maar één getal te noemen. Ja, 1+1, dat is het enige. En dan niet eens met een antwoord. Ja, dat is niet waar. Het is niet onmogelijk om er iets over te zeggen. Kijk, via deductie kunnen we ontlenen dat er... Pardon? We gaan spreken alleen met de microfoon en nu heeft de heer Baudet een vraag. Oh, nou, ik zou bijvoorbeeld kunnen... Kijk, bijvoorbeeld demografisch onderzoeker Jan van der Beek heeft er niet zo lang geleden een groot onderzoek naar gedaan. Naar de kosten van de massale immigratie. Hij zegt, de druk van massale immigranten op de verzorgingsstaat is gewoon vele malen groter dan die van autochtone Nederlanders. Op het moment dat je dus heel veel baten besteedt aan de sociale zekerheid, dan is het evident dat de massale immigratie dus financiert. Ik zie geen enkel probleem in deze redenering. De heer Graafs, PVV. Ja, mevrouw de voorzitter, ik wil toch mijn collega Baudet een beetje bijstaan ook. Want een paar jaar geleden heeft de PVV dat wel toen laten uitzoeken. En toen al, en dat was voor die massale tsunami, toen al waren de kosten van de massa-immigratie plusminus 7 miljard per jaar. Destijds al. Dus ik kan er toch een beetje bijstaan. Maar ik begrijp ook al dat de heer Bosman een beetje benauwd wordt van iemand als meneer Baudet. Omdat ze natuurlijk ook bang zijn opgeslokt te worden door het Forum voor Democratie. Maar ze doen het niet onverdienstelijk in de peilingen. Gefeliciteerd daarmee. Heer Baudet. Deze steken we in onze zak, mevrouw de voorzitter. En vervolgt u uw betoog. Ja, ons voorstel is heel simpel. Huur een aannemer in die de schade taxeert. En desnoods een tweede aannemer die de schade controleert.
Maak het schadebedrag vervolgens over op de bankrekening van de gepeerde Groningers. Als de schade onherstelbaar is, dan dienen de mensen uit Groningen tegen de oorspronkelijke marktwaarde te worden uitgekocht. Het kan niet zo zijn dat de enorme gasbaten geheel asymmetrisch bij de Nederlandse staat in de NAM terechtkomen en de nadelen voor rekening komen van de Groningse bevolking. Huur een aannemer in, laat die de schade in kaart brengen en vergoed de kosten. Binnen een maand kan het gepiept zijn, nog voor het einde van het zomerreces. Dank u wel. Dank u wel. De heer Bosman. Ja, we doen er misschien een beetje lacherig over, maar het is echt schandalig. Hoe gemakkelijk de heer Baudet hier zegt hoe we even de problematiek in Groningen aanpakken. Er komt een aannemer, er zijn niet genoeg aannemers. Er zijn gewoon fysiek niet genoeg mensen. En dan zegt meneer Baudet hier even, dat doen we per motie of zo, of per uitspraak van de Kamer, er zijn meer aannemers. Ik vind het een schande, echt waar. Meneer Baudet. Ik heb geen vraag gehoord. Dank u wel.